Hugo Hoepemans, directeur van de coalitie Anders Reizen. Wat goed dat je er bent. Welkom. Hoe bijzonder is deze tafelsetting van vandaag? Ja, die is heel bijzonder. Want we zitten hier vandaag bij elkaar met ook een deel van de founding family van Anders Reizen. Met VNO-NCW, met het ministerie van INW en met aanjaagster Laurentien van Oranje. We zijn inmiddels in 5 jaar uitgegroeid tot een coalitie met 70 grote werkgevers met een impact op 500.000 medewerkers. En ons doel is het verduurzamen van zakelijke mobiliteit in Nederland. Want daar hebben werkgevers een hartstikke grote rol in. En dat doen we door het delen van kennis en ervaring en elkaar challengen. En vandaag zijn we bij elkaar om het te hebben over zo willen we werken. Want als we één ding hebben geleerd in de coronatijd, is dat thuiswerken een mogelijkheid is. En hoe kunnen we die positieve effecten gewoon vasthouden? Want niet reizen draagt natuurlijk ook bij aan minder CO2 en daar wil ik het, daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, dankjewel. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen aan tafel, welkom. Wat is uw belangrijkste COVID-inzicht van het afgelopen jaar met betrekking tot werk? Nou ja, ik denk, hetzelfde als voor iedereen, dat het thuiswerken dus heel goed kan. Want we hebben echt door COVID gedwongen online echt veel beter leren werken. En waar er aanvankelijk niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid wel scepsis was over een soort koudwatervrees van zakt je productiviteit dan niet heel snel in, is nu gewoon echt gebleken dat het absoluut niet het geval is. Dat je eerder mensen die thuiswerken ook een beetje moet afremmen. Hè, dat ze niet alsmaar doorgaan. Dus ik denk dat we echt dit momentum moeten aangrijpen. Daarom ben ik ook zo blij met wat we hier vandaag samen aan het doen zijn. Om te zorgen dat we, je zei het net ook al in je inleiding, doordat we een klein beetje meer thuis zijn, kun je eigenlijk al voorkomen dat er files zijn. Dat is belangrijk voor minder uitstoot, maar ook gewoon voor de economie, dat we met elkaar gewoon kunnen doorrijden. Dat je zorgt dat iedereen op de juiste plek, hè, of de goederen ook, dat die op het juiste moment op de juiste plek aankomen. Dus ik ben er ontzettend blij mee dat we, het is toch iets van een upside aan deze toch hele moeilijke crisis, dat we hier wel ook iets positiefs uit hebben kunnen halen. En dat moeten we echt proberen vast te houden. Kans voor de toekomst. Zeker. En als we het hebben over dat momentum, ik kijk even naar mevrouw Thijs van VNO-NCW. U bent in februari gekomen met een nieuwe visie voor VNO-NCW. Dat staat bol van de duurzaamheid en gaat ook over nieuwe keuzes voor de toekomst. Hoe raakt die visie aan het onderwerp van vandaag? Nou, die raakt natuurlijk heel erg aan het onderwerp van vandaag. Want uiteindelijk zakelijk, ook klimaatneutraal reizen, ja, dat is natuurlijk in het hart van duurzaamheid. Tegelijkertijd, we moeten de economische kant ook niet vergeten. Dus in onze nieuwe visie hebben we het over 3 pijlers, inclusiviteit, duurzaamheid, maar ook gewoon als werkgeversvereniging, ondernemersvereniging, de economie. En minister van de Nieuwenhuizen noemt het ook al. Dat is ook heel erg belangrijk, want uiteindelijk moet in Nederland ook het geld verdiend worden. Anders dan kunnen we ook niet in ons welzijn voorzien. Ik denk dat dat het ook de les is van afgelopen jaar, zal ik maar zeggen. Het is goed voor duurzaamheid om veel minder te reizen, te rijden en hybride te werken. Het is overigens ook heel goed voor meer sporten en meer slapen. Ook heel, het is ook heel echt oprecht aangenaam. En tegelijkertijd, de economie is ook belangrijk. Ik heb vanochtend alweer 20 minuten in de file gestaan. Ik merk dat het moeilijk is ook overigens om dat hybride vol te houden. Want het begint weer een beetje open te gaan. Nou, het is niet normaal wat ik in mijn agenda zie gebeuren. Dus ik ben alweer bijna de hele week 's ochtends vroeg de deur uit. Dus daar moet je dan echt, om die gedragsverandering te bereiken, moet je echt daar zelf op ingrijpen. Maar inderdaad, even qua economie. De files komen alweer terug. Dus we moeten ook niet denken dat we door een nieuwe manier van reizen ook, zeg maar, alle investeringen in infrastructuur, in spoorwegen, maar ook in wegen, dat we die zouden kunnen voorkomen. Maar dat neemt niet weg. Het is een enorme kans voor duurzaamheid. Ja, want het lijkt alsof u economie enerzijds zet tegenover, zeg maar, het hybride werken en de positieve kanten van wat we hebben geleerd tijdens corona aan de andere kant. Is er niet de kans om juist een win-win te vinden? Nou, zeker. Kijk, uiteindelijk moeten we natuurlijk naar een groene economie. En uiteindelijk gaat het ook hand in hand. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. Maar ik vind het belangrijk om ook te benadrukken dat, omdat ik merk dat mensen toch, het is bijna tegenwoordig economie en dat er ook geld verdiend moet worden. Het zijn bijna vieze woorden. Dus het is ook wel een reden waarom ik daar toch ook gewoon aandacht voor vraag.
Maar weet je, het is niet het hoofdonderwerp van vandaag. Mm-hmm. Het gaat nu over hoe kunnen we zorgen dat we de lessen van corona, het hybride werken, het veel meer thuiswerken en uiteindelijk klimaatneutraal zakelijk verkeer, hoe we dat kunnen bereiken. En dat is hartstikke belangrijk. Een van uw opmerkingen, mevrouw van Oranje, is de opmerking there is no post-COVID. Mm. Wat bedoelt u nou precies mee? Nou ja, de wetenschap toont al aan dat het is nu deze pandemie en dat er anderen ook kunnen komen. Ook de manier waarop we natuurlijk het internationaal, globaal over hoe we met biodiversiteit omgaan, klimaatverandering. Ik ben zelf heel erg met wildlife conservation en trafficking bezig en crime. Dus we weten dat dat allemaal met elkaar te maken heeft. We zaten voor corona ook al in een transitie. Maar corona is een vergrootglas wat er daar ook al gebeurde. En ik denk voor mij, vanuit het perspectief waar ik zit, ik denk op 3 gebieden. Sociale ongelijkheid, generaties die anders in de wedstrijd zitten en andere leefwerelden hebben en andere beleving hebben. En het duurzaamheidsverhaal. En dan is dus de vraag, wat is ons adaptief vermogen in zo'n transitie? En gedragsverandering is het meest ongemakkelijke. Maar gedragsverandering, ik ben heel erg van de woorden. Dus ik denk, thuiswerken, ja, dat noemen we thuiswerken, omdat het versus het kantoorwerken. Maar het feit dat we lopend werken is weer een ander element van een andere manier van werken. Dus ik denk dat we heel erg moeten oppassen dat we niet gedragsverandering. Ik werk heel veel met jonge mensen. Ja, een jong iemand die nu 20 is. Ja, wij moeten veranderen, omdat dat de oude garde zegt. We moeten het veranderen. Ik denk dat als je jonge mensen nu steden zou laten ontwerpen, dat die er heel anders uit zou zien. Want die zijn anders gewired. Maar wij zijn zo vastgeroest in oude patronen. Ja, dat we dat ingewikkeld vinden om los te laten. Dus ik hoop dat dit niet een pre en een corona en post-corona zal zijn. Maar dat we zeggen, het is een vergrootglas waar we enorm een wake-up call over ons eigen gedrag nu iets anders gaan doen. En ja, de ene dag ben ik wat optimistischer dan de andere dag. U noemt de woorden adaptief vermogen. Hè? Dat is wat nodig is om deze transitie door te gaan. Kijk ik even naar minister van Nieuwenhuizen, INW. Adaptief vermogen en uw ministerie en misschien wel de Rijksoverheid in de volle breedte. Hè? Dat is ook een thema wat daar speelt. Responsief overheid zijn. Hè? Hoe ga je om met burgers, met inspraak en noem allemaal maar op. Ziet u ook dit momentum als een kans om de dialoog met de samenleving een nieuwe impuls te geven vanuit uw ministerie? Ja, zeker. Ik vind dat wij ook een voorbeeldfunctie hebben. Wij zijn ook het ministerie van het verkeer. Hè, dus wij zorgen dat we daar volop aandacht voor hebben om die files te bestrijden. Nogmaals, dat is zowel voor de economie als voor de ecologie ontzettend van belang om onnodige kilometers en onnodige uitstoot te voorkomen. En ik denk dat we juist, de prinses net aangeeft, hè, het gedrag veranderen gaat heel, dat is heel moeilijk. Maar daar hebben we nu best lang de tijd voor gehad. Dus je ziet ook dat sommige dingen er al wel weer ingesleten zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar zelf ook het goede voorbeeld in te geven. De staatssecretaris en ik hebben op het ministerie ook gezegd, wij gaan geen fysieke vergaderingen meer inplannen waar wij bij zijn voor 11:00 ochtends. Nou, ik weet niet of dat helemaal altijd zal lukken. Maar ja, dan geven we in ieder geval de medewerkers die bij ons dan zouden moeten aansluiten. Die kunnen ook in ieder geval die eerste paar uren thuiswerken om hun mail af te handelen. Of gewoon een online meeting te hebben met elkaar. Want het is, een paar dagen thuiswerken zou toch zeker moeten kunnen. Of anders delen van de dag thuiswerken. We kiezen echt voor spreiden en mijden. En je kunt het allebei toepassen. En ik denk dat daar toch echt, en ook best veel medewerkers die het ook wel fijn vinden om de reistijd niet te hebben. Hè? Als je een uur heen en terug moet reizen per dag en je hebt dat niet, nou, dan kun je in dat uur inderdaad lekker gaan sporten of iets leuks met je kinderen doen. En aan de andere kant zien we ook wel, en daar moeten we ook onze ogen niet voor sluiten, dat sommige medewerkers, vooral degenen die alleen zijn, ook echt behoefte hebben om weer naar kantoor te gaan, om elkaar te zien. En je hebt het ook nodig voor de onderlinge creativiteit. Hè? Ik bedoel,
Als je kijkt naar alle big tech companies, die zouden bij uitstek geschikt zijn om hun medewerkers allemaal vanuit huis online te laten werken. En toch zitten die allemaal bij elkaar, ook op die campuses. En waarom is dat? Vanwege die behoefte aan menselijk contact en dat je daar tot de creatieve ideeën komt samen. Dus we moeten gewoon de goede balans vinden, maar we moeten echt voorkomen. En dat is nu het moment dat we weer terugvallen in het oude gedrag. U geeft zelf aan, hè, voorbeeldgedrag op uw ministerie is belangrijk. Hè? Ja. U en de staatssecretaris hebben daar een praktische afspraak over gemaakt. Hè? Ja. Tot 11 uur geen fysieke afspraken. En u geeft daar vervolgens bij aan of dat zo blijft, weet ik niet. En dan ben ik even benieuwd, waar zit uw twijfel? Nou, ik zei niet of het zo blijft, weet ik niet, maar of het altijd lukt. Kijk, ik zit hier nu ook. Dat is een afspraak die ik zelf niet helemaal in de hand heb. Dus je probeert in ieder geval voor onze eigen interne afspraken, kan ik dat natuurlijk hard maken, maar het zal niet altijd. Kijk, als de Kamer mij vraagt, hè, dan ben ik er natuurlijk ook. De Kamervergaderingen beginnen om 9:30. Dus dan zal ik ook fysiek in Den Haag moeten zijn. Maar dat deel wat je zelf in de hand hebt, en dat is best groot, dat kun je toch proberen om in ieder geval. Dus zorg dat je gewoon een paar dagen vanuit huis. Probeer dan die vergaderingen online te clusteren op een dag. En we moeten natuurlijk reëel zijn. Er zijn ook een heleboel banen waarbij het niet kan. Als je voor de klas moet staan of in de zorg werkt. Of de loodgieter moet er ook gewoon. Ik kan niet virtueel jouw lekkage verhelpen, helaas. Dus er zijn nog genoeg mensen die toch op de weg moeten. Dus als jij in de positie bent dat je het wel kunt doen, ja, probeer het dan ook te doen. En het heeft ook natuurlijk voordelen. Hè? Iedereen kent het verhaal van boven netjes, ja, en ja, de joggingbroek en de slippertjes eronder. Ach, alles heeft zijn voor- en nadelen en pak die dan ook. En dat is ook precies, vandaag hebben we het natuurlijk over zij die ook thuis kunnen werken, hè, of hybride, ja, kunnen en willen werken. Dus inderdaad niet over de loodgieter of die categorie. Mevrouw Thijssen, u spreekt met ongelooflijk veel werkgevers. Wat valt u op als het gaat om het gesprek over hybride werken? Als het gaat om, ik kan me voorstellen dat er een enorm palet aan opvattingen is binnen uw vereniging. Ja, absoluut. Er is zeker een enorm palet aan opvattingen, dat klopt. Het is ook voor het ene bedrijf en de ene ondernemer heel veel makkelijker, hè, om over te gaan op hybride werken en het thuiswerken in stand te houden. De meningen zijn ook wel echt verdeeld over, dat denk je dat je dat in de samenleving überhaupt ziet, zijn natuurlijk verdeeld ook over het belang van persoonlijk contact. Dus waar kom je nou wel voor naar kantoor, waar kom je nou niet voor naar kantoor? Vind je het acceptabel dat als er een teammeeting is dat de helft thuis zit en op het scherm meedoet in de vergaderzaal? Of vind je dat mensen dan met z'n allen naar kantoor moeten komen, dat teams wel compleet moeten zijn? Dus ja, de meningen zijn enorm verdeeld daarover. Maar iedereen ziet natuurlijk wel het potentieel van, in de eerste plaats kosten. Als je echt minder kilometers ook zou maken. En natuurlijk ook minder CO2-uitstoot. Ja, ja. Zouden we kunnen stellen dat het gesprek over hybride werken en de opvattingen, hè, geloof je erin of niet, dat het ook wel wat gepolariseerd is? Of is dat te hard gesteld? Nee, vind ik helemaal niet. Nee, echt niet. Nee, herken ik helemaal niet. Ja, ik word ook wel een beetje, als ik dat dan zo luister, dan denk ik, hybride werken, dat is wel weer zo'n soort van, want dat geeft ons houvast. Dat is, volgens mij moeten we één laag dieper gaan. En het gaat denk ik ook over, dat hoor ik u ook zeggen, de kwaliteit van interactie, die leidt tot productiviteit en outcome. Ik word heel erg geïnspireerd door bedrijven die mij zeggen, onze klanttevredenheid met de callcenters is gewoon 40% gestegen. Omdat de kwaliteit van de mensen, hoe ze interacteren met onze klanten, beter is. Nou, dat is goed voor de economie. Goede klanttevredenheid. Je bedrijf groeit daardoor. Dus als je gaat over de kwaliteit, dus niet dat we ons heel erg gaan vastklemmen op de plekken. Maar dat je gaat nadenken, hoe hebben we onze processen ingericht? En voor mij is het vergrootglas ook heel erg over. Ja, eigenlijk, jij noemde het ook al heel even, van wanneer kom je wel bij elkaar en wanneer kom je niet bij elkaar? Ik denk dat we voor allerlei idiote redenen, omdat we het zo deden, u heeft het eigenlijk ook wel over spelregels, dit zijn de spelregels, kwamen bij elkaar waar geen enkele toegevoegde waarde was om bij elkaar te komen. Nu moet je nadenken, wie moet nou wanneer bij elkaar? Wanneer zorgen we ervoor dat de goede mensen
hun inbreng in een gesprek of in een proces brengen? En wanneer is dat eigenlijk niet nodig? Dus we moeten veel meer nadenken over hoe doen we dat met elkaar? En dat is ongemakkelijk. Dus we moeten gedragspatronen moeten we doorbreken. Dus we moeten misschien ook oppassen dat we zeggen het hybride werken, want dan gaan we vanuit die plekken werken. Maar we moeten het over de processen hebben. En de kwaliteit van interactie. En hoe inclusief zijn we? Praat de baas altijd? Of mogen ook de jonge mensen in een team iets zeggen? En wil je die juist, dat is mijn ervaring, die voelen zich eigenlijk misschien meer gezien. Alleen de moderator van het geheel moet zorgen dat die personen ook iets te zeggen hebben. Terwijl in een ruimte zullen die misschien zeggen, de baas die praat, ik zeg maar niks. Nou, dat vind ik de interessante dingen met elkaar om uit te gaan vogelen. Het is eigenlijk bijna een soort van redesign van werk. Hè? Ja. En het kantoor als een fysieke plek stamt uit de industriële revolutie, zouden we kunnen zeggen. Hè? Dat ja. En we waren het gewend om met z'n allen die 40 uur, 36 uur op kantoor ons ding te doen. Denk vanuit processen en vanuit het waarom van wat je doet. Herkent u elementen uit? Ja, zeker. Er zitten natuurlijk. We moeten oppassen dat het geen zwart-wit discussie wordt. Dat je of thuis of op kantoor werkt. Want die teammeeting, die kan best af en toe op kantoor zijn. En ook een aantal keren. Hè. Dat kun je ook hybride doen. En ook een aantal keren thuis. Want alles heeft zijn voor- en nadelen. Dat hybride concept, daar kun je ook gebruik van maken. Mijn ervaring is dat online vergaderen wel heel efficiënt is. Want er is geen geroezemoes en gedoe tussendoor. Maar aan de andere kant mis je dus dat persoonlijk contact. Dus misschien kan het wel gewoon half om half. Ik denk dat we ook daar een beetje relaxed over moeten zijn. Het zal gewoon learning by doing zijn. Laten we het gewoon eens proberen. Als we maar met elkaar zorgen dat we niet het momentum nu verliezen. En straks zeggen we, nu wordt alles weer normaal. En dan gaan we gewoon alles weer op kantoor plannen. Want dan krijg je het niet meer terug. Dus het is wel nu het moment om gewoon het maar eens te gaan uitproberen. Van waar zit nou precies die goede balans? Mag ik misschien daarop aanhaken dat misschien twee plekken van inspiratie. Dus ik denk dat we ook moeten kijken naar ander soort data. Als je kijkt, ik werk heel veel in het onderwijs. Daar hoor je heel veel kinderen eigenlijk heel interessant. Het schudt alles door elkaar hoe kinderen leren. En de kinderen die heel mondig waren en de sociale dieren, die verpieteren een beetje. En de wat stillere kinderen en de kinderen die wat buiten de lijntjes kleuren en wat anders in zo'n klas zitten, die varen er wel bij. Dus we zien ook dat bepaalde kinderen eigenlijk heel blij zijn dat ze niet constant in die setting van. Misschien is dat wel interessante data ook vanuit dat onderwijs om ook weer te kijken in het verkeer in organisaties. Dus ik denk dat we goed moeten kijken naar het welzijn van mensen en daar ons op gaan richten. Hoe gaat het met jonge mensen die op 40 vierkante meter leven? Dat was voor corona. Was de baas die dacht, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe mijn mensen thuis, hoe hun thuissituatie zit. Misschien moet een werkgever zich daar wat meer om gaan bekommeren. Want dat is een symbool voor het bredere welzijn. Leefsituaties die wel of niet positief zijn, dat heeft een impact op hoe een werknemer naar kantoor gaat of in zijn werk staat. Daarvoor dachten we, je moet productief zijn. Dat wordt nu allemaal zichtbaar. Dus ik denk dat we daar de diepere gesprekken over moeten hebben. En ik denk dus ook het gesprek aan te gaan met jonge generaties die aan de ene kant dus op kleinere huizen dus misschien zich opgeslotener voelen, want die hebben juist die interactie nodig. En tegelijkertijd is het heel interessant, want die zijn veel meer gewend om al hybride te leven. Die zitten hun werk te doen, bureaus thuis bij kinderen zijn misschien helemaal niet meer zo begrijpelijk. Dus ik hoop dat we het aandurven met elkaar om die alles uit te gaan vogelen. En eigenlijk niks meer helemaal voor lief te nemen. En daarin de juiste keuzes te maken. En misschien wat langer over de keuze te komen. Om het in dialoog te doen. En zeg maar dat uitvogelen, hè? Dat daar zit een experimentele component. Hè? Ja. Is dat, mevrouw Thijssen, binnen uw organisatie, dat experiment, is dat een onderwerp wat veel rond dat hybride werken langskomt?
Nou, kijk, ik denk dat alle bedrijven zijn er, en dat kun je experimenteren noemen, zijn natuurlijk aan het nadenken en ook aan het uitvogelen inderdaad van hoe ga je dit nu doen als we straks weer meer naar kantoor mogen. Ik denk dat een belangrijke dimensie ook overigens die relevant is in het balanceren is, wat je wel gezien hebt de afgelopen jaar, is de hele sociale cohesie van een organisatie en in een bedrijf, die heeft echt geleden. Heeft echt zwaar geleden onder de lockdowns en het 100% thuiswerken. En ook bijvoorbeeld, dat heb ik ook heel erg aan mezelf gemerkt. Ik ontdekte op een gegeven moment, ik doe normaal gesproken denk ik wel de helft van mijn werk, doe ik terwijl ik met iemand van de ene naar de andere meeting loop. Of bij het koffieapparaat even als metafoor. Dus ik denk ook dat er heel veel van de, bijvoorbeeld de oordeelsvorming in bedrijven, dat die eigenlijk op die manier gebeurt en niet tijdens echte vergaderingen. En dat zijn natuurlijk wel aspecten die je in de balans ook weer terug wil krijgen. Dus het is aan de ene kant is het de vrijheid en om persoonlijk ook gewoon je keuzes daarin te maken van waar werk ik, hoe werk ik. En de heerlijkheden en de voordelen die we nu ontdekt hebben. Dan is het daarnaast inderdaad van, voor welke interacties ga je elkaar wel weer opzoeken. Hoeft trouwens niet per se op kantoor te zijn. Maar er zit dus ook iets met die hele social fabric. En het komen tot gemeenschappelijke oordeelsvorming. Doordat je elkaar ontmoet. En dat je elkaar ook juist onverwacht ontmoet. Dat hoor ik in ieder geval ook wel. Het is mijn eigen ervaring persoonlijk. Maar ik hoor dat ook wel vanuit veel bedrijven. Dat is behoeft ook echt aandacht. Die zorg zou ik het bijna willen noemen. Hè? Sociale cohesie, managing by walking, hè? Dat informeel circuit. Ja. Is dat ook iets wat u op uw ministerie hebt gemist? Nou ja, de wandelgangen zijn spreekwoordelijk natuurlijk in de politiek. Dus dat herken ik zeker. Dat je gewoon onderweg van de ene naar de andere vergadering, of in ons geval als je bijvoorbeeld van het ministerie naar het Binnenhof loopt, dan worden natuurlijk ook allerlei dingen met elkaar besproken. Dus dat herken ik zeker, dat ook een belangrijke rol speelt. En dat is ook weer zoiets, ook dat is individueel verschillend. Dus we moeten denk ik ook uitkijken, het zal echt een kwestie van maatwerk zijn. Niet iedere medewerker, we gaan niet alles precies 50-50 thuis of op kantoor doen. Want ik herken het ook heel erg dat in de afgelopen periode de mensen die nieuw zijn begonnen bij ons ministerie, zijn er verschillende. Nou, die ken ik bij wijze van spreken alleen maar van online. En dat is niet fijn, want je maakt niet echt goed persoonlijk contact met iemand die je alleen maar op een scherm ziet. Dus voor de mensen die ergens nieuw zijn begonnen, is het heel lastig om een beetje feeling, echt contact te krijgen met de medewerkers. Dus nou, die zullen misschien de behoefte aan hebben om wat vaker op kantoor te zijn. Mm-hmm. Terwijl de collega die bij wijze van spreken in de afgelopen periode heb je allerlei kinderen en huisdieren door het beeld zien komen. Ja, die zoeken misschien die rust op kantoor weer, omdat het thuis te druk is. Ik denk dat je echt naar de individuele medewerker ook moet kijken en daar rekening mee moet houden. Interessant dat u dat zegt. De coalitie Anders Reizen gaat onderzoek doen de komende maanden naar. Ik denk, Hugo, wil jij eens uitleggen waarom de coalitie Anders Reizen onderzoek gaat doen en waarna precies? Ja, we willen eigenlijk een groot onderzoek doen om eigenlijk de onderstromen zichtbaar te maken. Want we kunnen het erover hebben dat het belangrijk is, eigenlijk vinden we het allemaal, de positieve lessen moeten we vertalen. Alleen wat we ook zien is dat het alle medewerkersonderzoeken, nationaal of in bedrijven, medewerkers geven aan dat ze het graag een nieuwe balans willen hebben. En toch merken we ook wel weer in bestuurskamers dat er andere dialogen, andere belangen ook al wel spelen. En wat je wil is die belangen bij elkaar brengen. Dus wat speelt er nou onder die waterlijn? Welke motieven spelen een rol? Welke persoonlijke overtuigingen? Speelt je eigen thuissituatie een rol op de manier hoe je het bedrijf ook aanstuurt? Kan allemaal. Dus wij gaan de komende tijd in gesprek met CEO's, met HR-directeuren, met ondernemingsraden en een groot onderzoek onder werknemers om uiteindelijk met als doel het gesprek te faciliteren in bedrijven. Want in het team, daar gaat het om. Je moet een kader hebben als bedrijf, maar in het team moet je het juiste gesprek hebben. Hoe gaan wij het nou met elkaar doen? Dat kun je niet opleggen, maar zonder kader gaat het ook niet gebeuren. Dus het helpt nu niet, we hadden het net even over polarisatie, het helpt niet om nu te zeggen, ik geloof er wel en ik geloof er niet in. Wij merken de coalitie dat het echt gaat over, ga pilot, ga experimenteren, voor welke doelgroep werkt het wel en welke niet. Dat is wat we met het onderzoek willen naar boven gaan halen. Dan hopen we in september de resultaten van te hebben.
En ik kan me zo voorstellen dat u hier aan tafel ongelooflijk geïnteresseerd bent in de uitkomsten. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja, benieuwd. Ja. En misschien nog één belangrijk punt, wat toch wel. Ik hoop echt dat we dit ook aangrijpen om inclusie en diversiteit beter te organiseren. Want ik hoor heel erg over die sociale cohesie. Maar van een ander perspectief is dat de mensen die eigenlijk nu zich niet included voelen in die wandelgangencultuur, het koffiezetapparaatgesprek, de ongeschreven regels, dat dat heel ingewikkeld is voor groepen die. En mensen die het moeilijker vinden om de aansluiting te vinden bij de norm en zo doen we het hier. Zij voelen zich eigenlijk heel fijn dat je met elkaar helderder, zeg maar niet die wandelgangencultuur, want daar ben je moeilijker. Hè, mensen die niet bij de borrel, omdat ze niet drinken misschien. Dus ik denk dat we ook een manier moeten vinden om inclusie en diversiteit beter op de kaart te zetten, beter te doorgronden en beter de onderstroom naar boven te halen. Ja, en dan worden dingen ook wel oncomfortabel zichtbaar. Maar goed, dan heb je het uiteindelijk over de leiderschaps- en bestuurscultuur. Die we in deze onderstroom, denk ik, moeten gaan aanraken. Wat mooi. Ja. Om het ongemak te omarmen en die durf met elkaar te hebben. Heel veel dank voor jullie aanwezigheid deze ochtend bij dit tafelgesprek. We gaan toe naar het volgende gesprek. Dank voor jullie openheid en dan werkt ze vandaag. Heel goed. Ja, dankjewel. Heel dank.